Je zult misschien gemerkt hebben dat we in de loop der jaren minder en korter stroomuitval hebben gehad. Dit komt omdat er heel hard is gewerkt aan de modernisatie van ons elektriciteitsnetwerk. Het up-to-date houden van het elektriciteitsnetwerk is een ongoing process. Het vereist onderhoud, reparatie, modernisering, uitbreiding en bijscholing, omdat de energiebehoefte van de Surinaamse consument elke dag groeit. Daarom werkt de Inter-American Development Bank samen met de EBS en de overheid aan onze stroomvoorziening. De financiën hiervoor worden deels geleend, maar ook voor een deel geschonken. Het energienetwerk van Paramaribo en omgeving is nu bijna volledig gedigitaliseerd en zal de komende jaren worden uitgebreid. Dit stelt de EBS in staat om elektriciteitsstoringen beter te onderzoeken en te voorkomen. Maar we moeten ook zelf goed omgaan met onze stroomvoorziening, door verkeersongelukken en bomen- en plantengroei tegen het kabelnet te voorkomen. Hier moeten wij samen voor zorgen. De komende jaren zal de focus gelegd worden op duurzame en groene energie. Behalve dat groene en duurzame energie beter is voor mens en natuur, heeft Suriname een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Laten we samen streven naar een betrouwbare, groene en duurzame stroomvoorziening voor heel Suriname. Nu en in de toekomst.